Dit is het uur van mooie mensen. Vraag maar aan, aan mooie mensen. Dus Goedemiddag, dames en heren. Dit is het uur van mooie mensen. Dit is tijd om weer met een nieuwe gast te praten. En um, wel straks met Dennis Spaanstra. Mooie mensen, dat is een programma waarin ik een uur lang één iemand te gast heb. Want ik vind het heel belangrijk dat je vragen stelt aan elkaar. Want je kunt zomaar iets bedenken over iemand. Uh, bijvoorbeeld, wat ziet hij er gek uit? Of uh, wat lacht hij hard? Ik had laatst iemand uh, waar ik uh, mee uh, bij in de buurt stond en die vloekte heel hard. Ik dacht, jeetje, Mina, doe normaal. En later begreep ik, hoorde uh, ik zijn verhaal, toen dus dacht ik, oh ja, ik begrijp het een beetje. He, dus uh, zo kun je re, uh, wat meer respect krijgen voor elkaar en uh, ja, ook weer uh, wat dichter bij elkaar blijven in plaats van uh, in deze tijd ver uit elkaar drijven. Nou, zoals ik al aankondigde, dit is het uur van Dennis Spaanstra. En uh, Dennis, wat ontzettend leuk dat je bij mij in de studio bent. Ja, wat leuk om hier te mogen zijn, Dillis. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Uh, en ik uh, heet Dillis trouwens. Uh, maar, uh, ik zei Dillis. Zei je Dillis? Ja, mooi. Oké, okay, dan of, hoorde ik dat. Zij zei ik uh, meer Dillis. Dillis zei, zei je een beetje, maar dat oh. is uh, heel veel wat heel veel mensen tegen mij uh, zeggen. Okay. En dat is ook heel logisch, want uh, als je mijn naam ziet dan uh, denk je dat er misschien het eerste bij. Ja. Ja, maar wat uh, tof dat je er bent, hè, Dennis. Want uh, jij bent van uh, Police for Freedom. En uh, je bent vooral voor jezelf natuurlijk. Maar uh, kun je daar uh, als eerste misschien wat over vertellen? Ja, Police of Freedom is een, uh, uh, zie ik als een beweging die is ontstaan uh, vanuit een uh, behoefte. Een natuurlijke behoefte om, uh, van mensen om zich te kunnen uitspreken voor hun uh, grondrechten. En, uh, en een andere behoefte die ik ook zag uh, waar mensen tekortkoming in voelden, was uh, uh, de, uh, de behoefte aan verbinding. Ja, want uh, wat is voor jou verbinding? Verbinding is uh, uh, vooral fysiek uh, mensen uh, elkaar kunnen ontmoeten. En uh, niet uh, bijvoorbeeld uh, door de telefoon of via een WhatsApp of uh, via een e-mail. Ja, en uh, dat, dat Zoomen en uh, Teams, en weet ik wat, dat is allemaal nu zo ingeweest het afgelopen jaar, omdat we elkaar niet meer mochten zien uh, volgens de regering dan. Mm -hmm. uh, en dat is uh, ook zo ongelooflijk uh, afstandelijk. Hè? Ja, maar ben jij zo'n mensenmens? Ja, ik ben echt een uh, mensenmens. Uh, dat hebben ze vroeger bij het uh, onderzoek van wat voor opleiding ik moest doen, waar ja? ze achter Jij moet met mensen gaan werken, zeiden ze. Ja, ja. En uh, wat voel je ervan? Nou, niet altijd leuk. Want ik, ik vind mensen soms ook gewoon stom. Ja? Dus uh, ja, nou, maar dat dacht ik ook. Van, waarom moet ik met mensen werken? Ik vind ze af en toe ook gewoon stom. Ja. Ik kreeg zelfs op mijn rapport een keer: uh, stond er stond geschreven. Dennis is een eindselganger. Dus. Uh, ik dacht, nou ik weet niet of ik mensen mens ben, maar ik denk het wel. Toch ja, wel? Toch wel. Maar ja. waarom vind je mensen soms stom? En kun je ze een voorbeeld geven? Nou, ik vind mensen eigenlijk niet stom. Daar ben ik dan later weer achter gekomen. Maar ik begreep <laughs> mensen niet altijd. Ja. En als ik mensen niet begreep, dat is net als de boeren, Als je iets niet uh, begrijpt of niet kent, dan lust je het misschien niet. Of dat denk je dan. Mm -hmm. En als ik iets niet begreep, dan dacht ik, nou, misschien was dat wel aangeleerd. Dan dacht ik van, oh dat is vast stom of raar of eng of ik weet niet wat dat is. En, en eigenlijk pas, ja, ik ben nou de vijftig al gepasseerd. En ik ik begin er nu achter te komen dat ik steeds minder mensen stom vind. Ja, dus, uh, hoe, maar hoe kom je er dan achter dat ze eigenlijk niet zo stom zijn? Uh, door daarvoor open te staan, uh, om op, uh, uh, ik denk dat de, de eerste uh, indruk die je van iemand op doet, die doet vaak heel lang iets met je. Als je heel snel vindt van, oh, die, nou ja, je zei net al, uh, iemand uh, roept iets of zo. Weet je, en dan heb je hebt een idee over iemand. En dat idee is heel moeilijk te doorbreken. Ja. En uh, toen ben ik gaan oefenen met om. Uh, eens, uh, mijn eerste idee aan te passen van mensen. Dus niet zozeer van. Oh, die ziet er anders uit dan ik. Of uh, die praat anders. of uh, Ik dacht van: laat ik nou eens helemaal openstaan voor wie dat is. Mm -hmm. En hij doet misschien iets anders. Of zij doet wat anders dan ik. Maar uh, laat ik toch eens openstaan voor wie dat is. En ja? kijken hoe mijn idee dan over die persoon wordt. En het viel me heel erg mee. Toen dacht ik: hé, hey, ik vind veel meer mensen leuk eigenlijk. Ja, ja. Ik, Want... ja dus, uh, uh, wat ik er ook aan wil toevoegen is uh, dat ik. Ik heb natuurlijk politiewerk gedaan, uh, heel lang. En uh, de neiging wil, wil wel eens ontstaan om ervan uit te gaan dat iedereen uh, 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 vanaf het eerste punt dat je iemand tegenkomt, vanuitgaat dat iemand slecht is. En ik heb dat omgedraaid naar ik ga er eerst vanuit dat iemand goed is. Je bedoelt, heb je dat ook al bij je politiewerk geleerd toen? Of uh, heb je dat zelf toen voorgenomen? Door politiewerk kom je heel vaak in situaties terecht uh, die uh, verrot zijn, of vervelend, of naar of ellende. En als je dat heel vaak ziet, dan ga je op een gegeven moment wel een beetje een wereldbeeld krijgen dat de wereld heel erg uh, ja. slecht is. En uh, misschien dat ook over mensen, terwijl ik was van nature niet zo. Uh, maar dat wordt je kennelijk een beetje aangeleerd. Of het, kon, het is misschien beroepsdeformatie, dat weet ik niet zo goed. En uh, ik denk dat je dat zelf moet doorbreken. Dat gaat niet vanzelf. Mm -hmm. Maar heb je dat dus ook tijdens, je, uh, tijdens dat je werkte als politieagent, heb je dat ook zelf doorbroken? Dat, dat je in je werk zelfs ook iedereen die in de situatie zat... Uh, je komt bij een nare situatie. Kun je eens een voorbeeld geven? Wat je dan tegenkwam en dat je dan gelijk dacht: van. Ja, um, uh, ik maakte er wel een sport van om in situaties waarin uh, collega's uh, dachten: van nou, hier kunnen we echt helemaal niks meer mee. De, ja? Dit wordt vechten of uh, deze man is zo groot, sterk, woedend, uh, dat, dat wil niet meer, dat mm -hmm. kan niet meer. Dan, dacht ik, dan heb ik altijd wel mijn kans gepakt en gevraagd van geef me even de tijd. Ja. En het is me meer dan eens gelukt om uh, zo iemand om te turnen. En dan hoefden we niet te vechten en dan ging die man zo mee. Wat deed jij? Ik, ging, uh, ik maakte contact met zo iemand. En dan echt als persoon en niet al. Uh, ik, ik, ik doorbrak misschien ook een beetje uh, mijn uniform, want je, je, je voelt heel gauw: van, ik ben mijn uniform. En ik ging proberen een beetje door dat uniform heen uh, als mens contact met zo iemand te maken. En dat lukte me heel vaak. En dat, ik, ik kwam erachter dat dat verrassend vaak lukte: dat mensen veel meer open stonden in situaties die echt redelijk uitzichtloos uh, leken, toch wel open stonden voor een gesprek. Ja. En, en, en bijvoorbeeld uh, met zo'n hele grote... K kun je je een voorbeeld herinneren? Een mooi voorbeeld van je werk waarin dat is gelukt? Um, zo'n zo situatie ja, zo waarin situatie? ik het doorbrak? Ja, dat gebeurde een keer in... Uh, ik werkte toen in Haarlem. En ik, was, ik, ik zal midden twintig zijn geweest of uh, richting de dertig. En uh, de, het was in een, wij een slechte wijk. En het uh, was avonds, zaterdagavond, zomers. Weet je, zomers weet je altijd: mensen gaan barbecuen, dan drinken en dan wordt het vechten. Ja. Dat wist wel een beetje. Weet je wel van, oh, het is weer vecht weer, zeiden we dan. Mm het -hmm. is dus, uh, 25 graden en ja. lang warm. Gezellig. En, nou, we kregen zo'n melding: er wordt gevochten. En dan ook nog in een hele slechte buurt. En we kwamen er aanrijden en daar stond een man. En uh, nou, ontbloot bovenlichaam, uh, de twee meter, een hele grote buik en uh, een kaal hoofd ketting om zijn nek en zo'n schreeuwen. weet je wel, echt typisch Zo'n voorbeeld waarvan je denkt, oh jee, dit gaat, dit Help, wordt echt ja. spannend. En uh, nou, de collega's uh, waren met een man of vier en die zeiden al van, nou, dit, uh, dit, dit, dit wordt vechten, weet je wel. we moeten wie, hoe pakken we hem, weet je? Hoe kunnen we hem? En toen heb ik uh, gezegd van, uh, geef mij even de tijd. En ik ben, ik heb, ik heb ze weggestuurd en hij uh, stond te brullen naar ze en ik, ik heb een beetje contact met hem gemaakt, een beetje weggedraaid bij de situatie. Ja, wat zei je tegen hem? Weet je dat nog? Uh, ja, ik zei van uh, kijk me even aan. Ik wil wat aan je vragen. Ik heb, ik, ik heb zijn interesse uh, gewekt door iets. Uh, ik heb eigenlijk een soort vraagteken in zijn hoofd geplant. Van, mm -hmm. Ik wil iets aan je vragen. En, um, nou, goed, en toen keek hij me zo aan en uh, nee, en, hun, en ik zei, nou draai even mee. Kom even mee. Ik wil. Uh, geef mij even de tijd. Ik wil iets aan je vragen. Ja. Ik wil iets met je bespreken. Misschien komen we er samen uit. Ja. En ik weet niet of hij onder de druk zat. Ik weet het niet. Maar ik kreeg verrassend genoeg kreeg ik contact met hem. Hij keek me zo aan en hij was eigenlijk verrast, want hij had het niet verwacht, ja. denk ik. Hij had gedacht, nou, die komen met me vechten. Ja. En dat deed ik niet. Dus ik, misschien doorbrak ik al iets door iets anders te doen als wat hij had verwacht. Mm -hmm. En hij uh, nou, kreeg zijn aandacht en ik heb een uh, gesprek met hem gehad. Ik zeg, nou, weet je, je moet straks mee naar het politiebureau, dat is één ding. En uh, ik kan me voorstellen dat je daar geen zin in hebt. Maar aan het eind van het liedje gaat dat toch gebeuren. Of moeten misschien wel drie auto's, want je bent groot en sterk. En uh, nou ja, weet je wel, als ik dat in mijn eentje tegen jou zou moeten nemen. Ik weet niet wat er gebeurt, maar ik kan me voorstellen dat het spannend wordt. Dus uh, ik zei: ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. En volgens mij jij ook niet, weet mm -hmm. je wel. Want aan het eind van het liedje ga je mee, morgen pijn in je polsen, of weet ik veel. En dan zat hij me zo aan te kijken. Ja, en dan zegt hij zo: ik zeg: Nou, we kunnen ook uh, afspreken. En als, wij, als ik dat met jou afspreek, dan ga ik dat ook tegen die collega's zeggen dat je gewoon met mij meegaat. En toen zei hij: oké. Okay. <laughs> ah, ja, gewoon zo. Ik was echt verrast. Ik dacht, oh en gaat hij dat nou ook doen? Weet ja. Want straks fopt hij mij. Dus hij, vond... hij moest hoe dan ook mee? Omdat hij zo had geschreeuwd? of weet ik veel wat, hij had iets gedaan. Wat nou ja, kijk, het is bij de politie wel zo. En ik sta daar ook achter dat als je één keer A hebt gezegd, moet je ook B zeggen. Anders ben je op een gegeven moment niet meer geloofwaardig. Dus je tegen iemand zegt: je bent aangehouden, zegt hij nou, ik wil niet. Oh, dus dat je... hadden jullie al gezegd. Ja, ja dus okay. hij was al aangehouden. Dus, ja. Er dan, dan was iemand mishandeld of er was wel wat stuk. Oh, ja. Ik weet het eigenlijk ja, ja. niet meer, maar er was iets gebeurd en dan mm -hmm. moest hij voor mij, nou oké, okay, aangehouden. Dus en, dan is wel het, het idee uh, dat iemand dan ook echt meegaat. Tenzij ja. het gewoon echt niet kan. Dan kan natuurlijk ook dat er uh, gewoon dat het gevaarlijk wordt Dan zal een ander plan moeten komen. Het is wel gebruikelijk dat je dan ook meezegt. Mm -hmm. Dus ja, dat, dan heb je een soort van. Ja, patstelling eigenlijk ja. van moeten we nou gaan vechten of uh, en, ja. en dat is gelukt die dag die man is meegegaan en uh, ook ik was ook niet uh, gefopt door hem hij ging gewoon netjes mee wat goed wat goed en dus eigenlijk hè, je zei het zelf al van uh, doordat er misschien iets uh, je vroeg iets onverwachts aan hem had hij helemaal niet aangekomen je hebt sowieso die collega's even weggestuurd waardoor het minder massief lijkt hè, denk ik en uh, je hebt hem heel erg dus in zijn eigen waarde gelaten, want hij kon zelf dus kiezen hoe hij mee ging. Of hij ging vechtend, hè, of hij ging met jou mee uh, rustig en uh, hij zou sowieso zo, zo mee moeten. Dus uh, ja. mooi, mooi verhaal Dennis, want uh, um, ik denk dat het bij heel veel takken van sport uh, zo werkt, denk je niet? Want ik werk dan met mensen met een verstandelijke beperking. Mm -hmm. En uh, als iemand heel boos is of zo, iemand is niet zomaar boos of iemand is niet zomaar verdrietig of zo. Hè? Er zit altijd wat achter in mijn idee. En als je dat inderdaad weet te vinden, of. Uh, nou ja, jij stond hem eigenlijk bij in dit geval. Ja, ja, ik denk dat ik een, een soort van uh, vertrouwenspersoon ja. even voor hem ben geweest. Ja, van, ik heb precies. hem even een soort time-out gegeven van uh, oké, okay, uh, het lijkt allemaal onmogelijk. En, uh, maar ik heb nog een kans om hier een gesprek met ja. iemand aan te gaan. En misschien kunnen we wel wat gaan regelen. Ja, fantastisch. Hartstikke ja. mooi. Ja, dank ja. je. Hé, hey, maar jij uh, zei net even, voordat we begonnen. Hè, ik heb, uh, natuurlijk een hele, uh, uh, ben natuurlijk een hele rebel geweest in mijn jeugd. Ik ben heel benieuwd, want uh, uit wat voor gezin kom jij? Ja, dat is een heel lang verhaal. Ik ga het een beetje samenvatten. Uh, mijn... Mag ook een lang verhaal. Ja, mijn moeder uh, was 16 toen ze mij kreeg. Oh. Uh, echt een, een hippie. Ja? En, uh, ik ben, uh, en mijn vader was een, een vlierenfluiter. En uh, ja, ik ben geboren in, in een soort van, ja, toch wel uh, uh, onhoudbare gezinssituatie. Mijn broertje ook nog daarna. En uh, dat heeft volgens mij 2,5 jaar geduurd. Waarom onhoudbaar? Omdat zij uh, niet aan, uh, mijn ouders waren niet aan toe om kinderen op te voeden. En uh, die gingen dat ook niet doen. Zij was 16 en zij, ik denk dat zij gewoon nog uh, een tiener moest zijn. En uh, een ontdekken wie ze was en uh, misschien een opleiding. En uh, ik denk dat zij op een, heel, op een heel verkeerde manier, misschien, ik weet niet eens of ze er bewust voor heeft gekozen. Dat heb ik nooit echt duidelijk gekregen van mijn moeder. Nee. En, uh, maar ja. Dat ging niet. Dus zij konden niet voor ons zorgen. Dus eigenlijk waren, werden we meer al verzorgd door de buurt en uh, door uh, familie en dat soort dingen. En uh, uiteindelijk, toen ik 2,5 was en mijn broertje was misschien 1, denk ik, mm -hmm. zijn wij uit huis gehaald door de jeugdzorg. Oh, dus je bent al zo jong uit huis gaan, ja? Ja, 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 snel op mezelf. Ja, heel snel ja. op mezelf. <laughs> Over zelfstandigen gesproken. Ja. En, en toen? Nou ja, toen ben ik in een, in een heel lang traject gekomen van... Uh, um, uh, Kinder en pleeggezinnen Dus uh, eerst kinderen toen ben ik een pleeggezin, samen met mijn broertje bij een pleeggezin gezeten. Daarna weer in een, uh, in een tehuis voor, uh, voor hele moeilijke kinderen. Want Dat vonden ze van mij ook. Hele en, moeilijke kinderen. Ja, ja, ja. Wat was je dan op, voor een moeilijk kind op dat moment? Um, Hoe oud was je? Uh, ik denk dat ik vijf was. Ja. Toen was je al een moeilijk kind. Ja, toen was ik gewoon toen, toen vonden dat dat niet viel niks met mij te beginnen vonden. Nee, ze. wat deed je dan? Nou ja, kijk, um, ik woonde met mijn broertje in een, in een pleeggezin. En um, daar. Uh, uh, ik hechtte niet aan dat pleeggezin. Ik wilde mijn moeder. En die zagen ja. we af en toe ook nog. En ja? dan uh, er, er ontstond al een soort wrik tussen mij en mijn broer van. Mijn broertje, die, die, die zag ons pleeggezin als zijn ouders en ik niet. Dus mm. ik, ik uh, was rebels. Dus ik zei, dat zijn onze ouders niet. Dus uh, je moet niks geloven wat ze zeggen. Want uh, onze moeder is onze moeder. Ja. En die kwam dan en dan zei ik van, kijk, daar ben je weer. En ik wil met jou mee. En uh, dat kon natuurlijk helemaal niet. Maar dat had ik niet door. Mm -hmm. Dus uh, ik ging me een beetje afzetten. En, en dan uh, de, mijn pleegmoeder vooral, die... Die uh, ging, ging die strijd met mij aan. Dus dan kreeg ik straf. Of uh, nou ja, goed, uh, ze was, het was een rijk gezin, dat wel. En we hadden een speelkamer en dan vond ik ook wel niks. Waarom moesten we in de speelkamer? Ik wilde gewoon in de woonkamer spelen en mm -hmm. zo. Dus ik haalde wel uh, trucjes uit uh, om haar ook het leven zuur te maken in die tijd. Ja, wat deed je dan? Nou, dat, ik de, moet er wel want ik vind het al een beetje zo'n Siske de Rad verhaal, zeg maar. Bedoel ik, nou ja, niet, niet helemaal, maar anders. Maar dat je dan denkt van: oh, hoe kan ik haar nou pesten of zo, hè? Ja, dan, want ik wilde mijn ja, moeder terug, toch? Tenminste. Ik wilde mijn moeder terug ja. en ik uh, accepteerde. Wij, wij botsten enorm die pleegmoeder en later anderen ook alweer. Dus dat zou, misschien is een patroon. Maar um, ik uh, kwam erachter dat wij. Dat, ik vond, het, ik vond ze niet tof en ik kreeg veel straf en dan ging dat zo door, weet je wel. Dus we ja. uh, uh, woonden op een boerenland, ik kon veel buiten spelen Ik dacht, laat mij gewoon lekker buitenspelen. Maar nee, er ja. moest van alles. En uh, toen, heb ik een keer, uh, toen had zij een, uh, een eikenhouten kast uh, had ze laten komen. Ja, ik, ik ben er niet trots op dat ik dat heb gedaan. Maar ja, ik was vijf, misschien uh, ben ik dan nog niet uh, strafbaar. Maar in ieder geval, uh, er kwam familie en iedereen moest die kast zien, want het stond in de gang. Ze hadden een hele grote gang, het was echt een grote mooie boerderij. En uh, daar stond die eikenhouten kast en zei van ja, weet je, dus door uh, vijf man moesten dat tillen, zo zwaar is die. En uh, dus uh, dat was een heel bezit natuurlijk voor ze. En toen dacht ik, oh, als die heel zwaar is, dan is het vast heel lastig als dat ik achter de kast een plasje doe... Om dat op te ruimen. <laughs> dat heb ik achter kast een plasje gedaan. Echt? Ja, het was woedend. En dat is ook eigenlijk wel het einde van mijn periode daar geweest. Ja, ik weet niet ja. of het slim is om dit allemaal te vertellen. Maar ja, goed. V uh, voor wie zou het niet slim zijn? Nee, nee, maar goed. Ik, het is natuurlijk een hele rare streek. Maar goed. Uh, nee, maar weet je wat ik, uh, wat ik zal altijd voor je goed praten. Als je het wil. Nee. Ja hoor, doe maar. Nee, maar Neem weet je... het voor mij op. Ja, ja. nee, want uh, ik zie. Ik bedoel, even als we weer teruggaan, wat je vertelt. Hè? Je zegt van. Uh, hij was dus één en jij was twee of tweeënhalf jaar. Tweeënhalf Dus jullie weggingen bij je ouders. Ja. Nou, en, en dan kom je bij een pleeggezin... en die willen het goed voor je doen. Hè? En die, die hebben het ook vast uh, goed met jullie voor gehad. Ja. Alleen die mevrouw die begreep niet helemaal hoe ze het aan moest pakken en zo. En jij wil eigenlijk je ouders terug. Maar heb je al die tijd, want dat wil ik nog aan je vragen. Want ik dacht van, daar komt het misschien wel door. ...heb jij ooit uitleg gekregen hoe het kwam dat jij daar zat? En waarom jouw ouders eigenlijk niet voor je konden zorgen? Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Want ik, het was rond vier dat mijn herinneringen beginnen zo'n beetje. Ja. Dat is bij hun en, en, en nog een paar andere fluiden van herinneringen. En omdat ik een heel erg uh, bewogen jeugd heb gehad... ...kan ik wel heel veel van die tijd terug herinneren. Want je kan alles natuurlijk mooi in tijdperkjes ja. plaatsen. Ja. Uh, ik heb daar geen uitleg over gehad. Dus dat, dat ging, je werd nee. gewoon ergens neergezet. Ja, ja. precies. Ja. En ik kan me voorstellen dat. Uh, en, en ik zit even te denken, want wat was de, die kast? Waar stond die symbool voor? Die stond uh, volgens mij voor status, dacht ik. Want uh, dat was voor hun een statussymbool in die tijd, dan heb je het over uh, midden jaren zeventig, was mm -hmm. een eikenhouten kast, was ja. een statussymbool als je die ja. kon uh, veroorloven. Ja. En heel zwaar en zo. Zwaar, en ja. iedereen gaat daar naar kijken, O en A en A. En zij uh, ziet jou eigenlijk niet. Nee. En wat ga je dan doen? Ga je lekker plassen achter de kast? Want dan, uh, dan ziet ze je weer. Hè? Dus het is misschien wel een vorm van. Ja, toch aandacht vragen. Maar dan uh, ja, op een iets andere manier. Dan ja, je het misschien... is een rotstreek geweest, ja. natuurlijk. Nee, maar ik snap ja. het dus wel. Hè? Ik bedoel, ja. ik, als je in zo'n situatie zit. en jij wist dus kennelijk, terwijl je al 2,5 was. Uh, nog maar 2,5 was don is goed wie je moeder was ja dat wist ik ja ja en dat is toch ook heel bijzonder want je zegt van mijn herinnering begint eigenlijk pas bij vier hè ja. dat is ook drie vier of zo ja. maar dat jij dus zo goed wist dat je moeder, uh, wie je moeder was ja dat en, wist ik en wie ja. niet was hè wie het niet was dus ik snap het wel maar dat is wel heel knap van jou dat je dat uh... oh, dus dank ik vind je, het helemaal niet je. zo uh, uh, uh. ja het is natuurlijk een beetje zo'n uh, Tante tantesen hoe heet ze ook weer van Vivi uh, langkous uh, of zo hè van oh, oh. Oh, ja, Achter de ja, kasten ja. geplast en zo, maar ja. Uh, ja, toch nou, het resulteerde uiteindelijk dat ik daar weg moest. Ja, dat is wel shit. <laughs> hoe vond je dat? Um, nou, de eerste, ik heb ik weet het eigenlijk niet meer zo goed uh, hoe ik dat vond. Ik vond het wel jammer, dacht ik. Ja, bij mijn broertje weg, dat vond ik ook jammer. Je moest bij je broertje, ja, ja, hij mocht blijven en ik moest weg, oh, dus uh, dat want is wel ik, minder. Ik was onhoudbaar. Mm -hmm. En toen ben ik naar een kinderthuis in Groningen gegaan, ja en uh, dat vond ik eigenlijk eerst niet leuk, want ik dacht ja waarom moet ik weg, weet je wel? Uh, en waarom niet samen? dat was eigenlijk mijn belangrijkste klacht. Ja. dus ik heb ook gezegd waar is mijn broertje? want uh, uh, de, ik wilde wel met hem samen ja. blijven. ja. snap ik. en uh, nou die ging dus niet mee, dus ik ging daarheen en uh, ja daar ging mijn leven dan weer verder, een jaar lang zeg maar. En wat uh, heb je daar uh, een, een leuke uh, jeugd gehad, zeg maar? Ik bedoel, je miste je broertje. Maar hoe deden ze daar tegen? Je? Nou, het was een heel, heel raar uh, systeem, hadden ze daar. Dat was, uh, ik, ik heb dat later nog een keer uh, uitgezocht. Professor uh, Groen, Groenblad of zo, ik weet het niet meer hoe die heet. Maar dat was een professor die had als idee dat uh, kinderen moesten helemaal de ruimte geven. Oh? Dus, en dat was een soort statig pand, was dat in, in midden in Groningen. En we zaten daar dan met uh, misschien wel twintig kinderen, ik weet het niet. En, en dan begeleiding. En uh, kinderen klommen daar dus gewoon op het dak. <laughs> en daar deed niemand wat aan. Oh, Want dat was het nieuwe idee. In de jaren, dat was een soort. Ja, dat je moet uh, ontwikkelen. Ja, de, dus de kinderen haalden daar allemaal frats uit. Je had niks van jezelf. Dus als je speelgoed had, dan was dat van iedereen. Mm. Dus ik had een, een auto met lampjes, weet ik nog wel, met een batterijtje erin. En die hadden het in de kast gezet. De volgende dag was die auto weg. En uh, toen zei ik: waar is mijn auto? Ja, nee, maar we hebben niks van onszelf hier. Alles is van iedereen. Dus, uh, nou, vond ik wel teleurstellend. Ja, tuurlijk. Dus was mijn, ik dacht: dat was mijn auto. Nou, die was weg. Dus uh, ik, vond het, ik vond het eerlijk gezegd niks. Nee. Snap ik. En, maar je kon opeens, hè, want je zei bij je vorige gastgezin, zeg maar, pleeggezin: van uh, nou, laat mij nou lekker buiten spelen. Zo, uh, je, ze liet je wel met rust. Dus, hè, dat je alles mocht doen wat je wilde, of niet? Uh, ja, nou ja, nee, want het stond wel een hek omheen. Je moest wel binnen blijven. Oh, en s'nachts uh, werd de deur op slot gedaan op je slaapkamer. Oh, dus het was helemaal niet zo. Het, het was ook een beetje dubbel, dus. Uh, ja, het was een beetje dubbel. Ik vond dat ook niet leuk. Dus toen heb ik besloten dat ik uh, ging ontsnappen. Oh echt? Ja, toen was ik 5,5 en half... En toen toen, zijn wij, toen heb ik een ander jongetje van ook vijf, heb ik gezegd, Joosje uh, heette die. Hebben ja? we gezegd, Joosje, wij gaan uh, ontsnappen. Nou, hij zegt, uh, wat dan? Nou, ik zeg, uh, daar uh, in de hoek van de tuin, een hele grote tuin was dat prachtig, uh, is een gaashek. En ik denk dat als we daar uh, onze voeten tegenaan zetten, dat we omhoog kunnen klauteren. Oh. Dus uh, <laughs> als straks uh, het eten is, dan zijn ze allemaal druk met borden neerzetten en dingen. Dan gaan wij over het hek heen klimmen. En dan, uh, dan zijn we weg. Dus dan gaan we, trekken we de wijde wereld in. Dat was mijn plan. En ik, ik wist nog niet hoe, maar ik was vijf en een half. Dus, uh, ja, 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 heel goed. Maar tij. ik ging dat doen. En toen zijn wij over het hek heen geklommen met z'n tweeën. En toen uh, nou, zijn we de buurt doorgelopen. En in, in mijn beleving was ik al de hele wijde wereld ja. aan het intrekken. Dat is heel maar ver ik denk al. dat ik in de buurt ernaast gewoon rondzwierf. Maar uh, nou, ja, dat duurde een uurtje. En toen, uh, uh, toen wisten we het eigenlijk niet meer toen dachten van ja wat moeten we nu en Joost zei zo ja en nu Dennis wat gaan we nou dan doen ik zeg nou ik weet het niet zo goed dus uh, ik, ging ik ging aanbellen en ik, uh, ik, ik zei we moeten eten hebben dus ik ben aan gaan bellen bij mensen dan deden oude bejaarde mensen deden open en uh, van uh, heeft u eten voor ons want wij uh, moeten vanavond nog wat eten dus en die hebben de politie gebeld, die werden weer teruggebracht. Ah, oh, jammer. <laughs> Het was korte duur, die ontsnapping. Ja, ja, maar dat weet je dus allemaal nog als een, als een dag van gisteren, zeg maar. Ja, dat kan ik zo helemaal in plaatjes nog uh, ja, produceren. Helemaal in plaatjes. Ja, ja. Ja. Bijzonder joh, want je was dus heel vind ik rijk ofzo. Mijn, ja, nou, goed, te... ik, dat was ik. En ik denk dat dat ook uh, uit een soort van uh, nood geboren was. Omdat ik het gevoel had van, uh, ik, sta, ik moet het zelf gaan doen in deze wereld. Dat had ik. Dus ik had niet het gevoel van, iemand gaat het voor mij regelen. Uh, ik, ik moet echt mijzelf gaan... Uh, gaan uh, ik zit op mijn snoertentrap. Ik, gaan, uh, gaan, ik moet mezelf gaan redden. Ja. Uh, dat besef had ik gewoon. Doet niemand anders voor je, jij moet het zelf maar doen. Ja. 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 En uh, hoe is dat verder gegaan dan? Nou, daarna kwam ik bij een, weer een, pleeg, uh, terecht. De, 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 de gezocht, een pleeggezin terecht. Ik werd ik daar uitgezocht. Er kwamen pleeggezinnen en, dan, en uh, nou, een gesprek. je ja. uitgezocht? Ja, ja. Dan kwamen we dan uh, wel eens... Nou ja, dan moesten we met z'n allen in de, in, de, in de grote speelkamer. Hè? En dan kwamen daar pleeggezinnen kijken naar de kinderen. ja. En uh, er was misschien wel voorhand gesprek geweest of met maatschappelijk werks. Ik weet niet hoe dat ging. Mm -hmm. Maar dan zagen wij die. Uh, en dan was het voor ons zo van. Nou, benieuwd wie er meegaat. Ja. weet je wel. Dus, uh, ja. En dan zaten we allemaal zo te kijken. En toen kwam er een keer een pleeggezin En die kwamen voor mij kijken. Mm -hmm. ja, hoe dus, vond je uh, dat? Uh, nou ja, kijk, als je uit wordt gekozen, is altijd een soort speciaal moment, toch? Ja. Net in de klas en, en de winnaar is of zo, weet je wel? Mm -hmm. Dus ik vond dat wel een speciaal moment. Toen dacht ik, hé, hey, leuk, er uh, komt weer wat nieuws uh, aan. Dus ja. ik was wel nieuwsgierig. Ja, dat klopt. En er is een gesprek geweest, dat kan ik me ook nog herinneren. En uh, later werd ik uh, opgehaald door die pleegvader met de auto. En toen reed ik weer naar een dorpje in, uh, in Drenthe. En dan gingen we daar wonen. En ja, toen? ja nou, het was succes. Ja. <laughs> dus, uh, nou, uh, ja, dus dan je nieuwe gezin. En er zijn twee pleegzusjes en de vader en een moeder. Een welgesteld uh, gezin. Uh, hij was directeur van een school. En, uh, nou, ik, uh, ik dacht leuk. En ik, uh, we kwamen er aanrijden. En toen wees je al naar boven naar het huis. Van, kijk, dat is jouw slaapkamer. Ik dacht, oh, een eigen slaapkamer. Dat is ook ja, leuk. en Dat klinkt van... ook fijn, hè. Want dan word je echt ontvangen. En ze hebben het helemaal voorbereid al en zo. Ja, ja. Dus ja uh, goed, uh, uiteindelijk uh, ging het daar ook weer botsen met mijn pleegmoeder. En uh, daar heb ik vijf jaar wel gewoond. Dus ik heb heel veel uh, aan die tijd uh, wel gehad. Het was een, een bleze gezin. En uh, wij werden niet uit het pinkeltje voorgelezen, maar uit de encyclopedie s'avonds en oh, zo. Ja. Dus uh, je leerde daar veel van. En ik moest uh, brieven schrijven uh, na het eten. Dan moest je verplicht een brief schrijven naar iemand of zo. Dus ik oh. schreef heel veel en uh, dagboeken bijhouden. En dat nou, was een hele opvoeding zat daar aan vast. Ja. Ja, wel streng, wel heel streng. Maar uh, ja, ik leerde veel. Met mes en vork eten. En waar de kleine mesjes moesten liggen. En we uh, nou ja, gingen veel op vakantie. En er werd veel over de wereld verteld. Dus ik heb daar wel veel. Ik, vijf jaar heb ik veel op gestoken. Ja, ja en toen was je dus tien. Maar heb je de, moest je daar weer weg? Ja, want het botste zo tussen mijn pleegmoeder en, en mijzelf. Dat, uh, dat ze zeiden van dit is onhoudbaar, Dennis moet weg. Dus. Uh, nou, toen, uh, ik, ik, nou, dan gaan we weer. Dus, uh... Maar vond je dat dan uh, leuk? Of dacht je van, gadverdamme... Hè, wat stom dat ik dan steeds uh, weer echt weg moet? Of hoe, hoe ging het? Ja, dat? ja dat, uh, toen, begon, toen was ik rond de tien, elf, En toen begon bij mij door te dringen van... Um, oh, uh, dat, dat is niet handig als ik ga hechten aan van alles en nog wat. Hmm. Dus uh, toen ben ik een beetje gaan afleren om aan. Uh, dat heeft ook een lange tijd van mijn leven geduurd voordat ik weer echt uh, goed kon hechten. Want aan die mensen heb je je wel gehecht dan? Aan welke mensen ik wel heb gehecht? Ja? Nou, Misha de, de laatste tijd heel erg. Dat heb ik echt moeten leren. Ik merkte ook dat ik ook bijvoorbeeld, als ik iemand, uh, een arm om iemand heen sloeg, dat ik mijn hand niet echt op iemand neerlegde, ik, dan, dan hield ik hem in de lucht. Ik, 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 ik hield dat af, die gevoelens, zeg maar. Ja. Dat heb ik een tijd gehad uit zelfbescherming, zo van om teleurstellingen uh, te voorkomen. En ik ben ook voor Misha ben ik ook nog wel getrouwd geweest. En heel huwelijk, kinderen. En kinderen ben ik ook aan gehecht geraakt. Dat zijn je eigen kinderen, dat is heel wat anders. Uh, dus, maar. Um, uh, ja, goed, het heeft een tijd geduurd om, om uh, dat soort uh, ideeën weer toe te staan in je leven, eigenlijk. Ja. ja, dat snap ik wel, maar was er ook tot en, tot en met je tiende, zeg maar iemand waar je je wel aan had gehecht? Of eigenlijk alleen je moeder dan? Ja, mijn moeder, maar die zag ik niet zoveel. Die kwam ook daar sporadisch eens een keertje, die heeft ook volgens mij een tijd lang uh, is met haar eigen leven bezig geweest. En. Uh, toen, dat pleegzin, de pleegzusjes hechtte ik wel aan. Ik heb met eentje heb ik nog steeds contact ook. Ja? Um, ja. En um, uh, vriendjes. Uh, wat ik merkte is dat ik meer hechtte aan dingen die ik zelf uh, um, organiseerde. Dus oh, ja. ik probeerde zelf mijn eigen dingetjes te gaan regelen. Dus ik ging mijn eigen groepjes opzetten. Ja. En uh, dat deed ik al vanaf heel jong. Uh, deed ik dat al op scholen en zo. Ja. Ja. Weglopen, feestjes en zo. En uh. Ja, nou nee. Nee, nee, <laughs> ja, <laughs> uh, nee, maar echt wel uh, meer. Uh... Uh, ik sloot minder aan bij groepen en ik, ja. ik richtte mijn eigen groepjes in. Ja. Ik denk dat daar ook die opmerking ijzelganger vandaan kwam. Ik was niet echt een ijzelganger, want ik hou echt van mensen. Maar meer van, ik, ik was niet echt bereid om uh, zomaar bij een andere groep aan te sluiten. Dan dacht ik van, nou, dan uh, wacht ik wel even met uh, een groep. En dat, tot ik mijn eigen ja. situatie heb gecreëerd. Ja, ja. Dus, uh, en, en had je daar dan ook ideeën over, over die situatie en zo, die je dan wilde creëren? Wat er belangrijk in was? Ja, uh, vooral uh, dat je dat er je, uh, voor elkaar moest zijn en dat je uh, de, de onvoorwaardelijk elkaar moest uh, willen helpen. Oh ja. Dus ik, ik dat had van kinds af of aan, had ik, dat al. ik was altijd wel aan het soort bondjes aan het oprichten waarin we een uh, soort van sterke groepen creëerden die uh, wat te betekenen hadden. Ja. Mm. Ja, want dat moest je dan misschien ergens vandaan halen... omdat je het zelf niet uit je gezin had of zo, hè? Dat je ja. dan ergens weer opvoed. Dus ik creëerde mijn eigen ja. een, uh, wereldje, zeg maar. Gezin, een toe, wereldje, ja. Ja, ja, precies. Mooi. En, uh, en toen? Dat is de enige vraag die ik steeds ze heb. Ja, toen ging ik weer naar een ander tehuis. Een gezinsvervangend tehuis voor een jaartje in, uh, in Groningen weer. Ja. En uh, daar heb ik ook weer een jaar gewoond. En uh, vond ik eigenlijk heel prettig. Want ik kwam uit een, uh, een best een soort elitair... Uh, uh, um, Gezin, zeg maar. En daar uh, waren de regels wel heel streng. En uh, dan kwam ik ineens in de wereld. Die was heel vrij. Uh... Kreeg, als je zakgeld kreeg, dan kon je, mocht je daar gewoon snoep van gaan kopen. Kijk, ik, ik was gewend dat moet je in je spaarvarken doen. En dan één keer in de maand ga je naar de bank en dan laat je het op je uh, ja. spaarbankboekje zetten ja. en zo. En dan ineens dan? Hadden, de kinderen kregen kinderen zakgeld, dus ik was al op zoek naar mijn uh, portemonneetje om het in op te bergen. Toen zei ze zei, wat ga je doen? Ze ja. zei, nou, ik ga het geld ga ik opruimen, want dan kan ik dat later naar de bank brengen. Hij ja. zei, ze, nee, dat doen wij niet hoor. Wij kopen gewoon snoep voor dat <laughs> geld. Toen dacht ik, oh, dat is ook leuk. Ja. Dat, dat, en mag dat? Ja hoor, dat is geen probleem. Dat vinden de leiders. Gewoon goed. Ik zei, oké, okay, nou dan gaan we snoep kopen. Ja. Dus het uh, was een hele nieuwe ervaring. En we mochten gewoon de straat op. En, dus ik, ik, ik kwam ineens een hele andere kant van de, van de maatschappij uh, kwam ik tegen. En ja, dat vond ik ook wel prettig. Veel, veel meer vrijheid en ruimte. En, uh, ik, ik kon daar wel weer wat raad mee. Ja, ja wat deed je ermee dan? Um, ja, veel, uh, veel op avonturen, veel dingen uitzoeken. Uh, Uitzoeken? Ja, ik, hoe de wereld in elkaar zit. Ik liep overal naar binnen, weet ik. De, de, ik, ik wat ik al zei, ik was altijd bezig om mijn eigen ja. netwerkje te creëren. Ik kan me herinneren dat ik een keer bij een radiostudio, nou een radiostudio, gewoon naar binnen ben gelopen. Uh, ik, ik vroeg of ik uh, bij mensen uh, dingen kon doen. Ik ben altijd op zoek geweest naar baantjes en uh, dingetjes oh. regelen. Want ik, ik had het gevoel, ik moet voor mezelf gaan zorgen. Ja. Dus, uh, ik moet dingen uh, kunnen en dan was dat het altijd al een soort een verraste reactie van oh ja maar je bent tien of elf weet je al uh, oké okay, uh, nou kom maar even binnen en dan recht ik toch wel verrassend makkelijk uh, contacten ja, overal ja ja dus wat op je vijfde of eigenlijk veel eerder al twee en is ontstaan dat uh, dat ontwikkelde zich zeg maar toen je een jaar of uh, tien elf twaalf uh, was dan ging je er gewoon mee door van uh, de ja. groepje om je heen verzamelen mensen uh, contacten leggen en alles ja en, ja, en projecten starten. Dus ik, ik was altijd degene die uh, iets startte. Dus uh, de rest van de kinderen zat dan zo, wat gaan we doen? En ik zei, nou, daar is een, een veld met braakliggend terrein, licht hout. Daar hebben we touw en uh, we gaan een boomhut bouwen, zei ik dan. Zei ze, kan dat dan? Ik zei, dat denk ik wel. Dus dan slijp, sleepte ik een krat de, de boom in en dan begon ik dat vast te knopen. En dan zei de rest, oh kom, we gaan helpen. En ineens was ze binnen een paar dagen was een heel grote boomhut was ja, gebouwd. Precies. Dus uh, zo was ik altijd lekker bezig dingen te organiseren en te regelen. En ik, ik ging me steeds minder aan, uh, aan, uh, aan maatschappelijke systemen houden. Dus ik, uh, als ik geen zin had om naar school te gaan, dan deed ik dat niet. Ik dacht van ja, wat maakt het uit? Ik, uh, ik, ik ging een soort invulling geven aan het feit: van het doet er niet zoveel toe wat ik doe. Dus uh, dan doe ik gewoon lekker waar ik zelf zin in heb. Waarom kwam dat, uh, waarom kwam dat idee vandaan dan? Dat, je, dat het niet zoveel toe de, deed wat jij deed? Um, omdat ik natuurlijk uh, niet een vastigheid had gehad tot dan, dan toe. En uh, dan krijg je het idee van: ik hoor toch nergens bij. En dan ga je een soort rolbevestigend uh, gedrag in vertonen. Zo van: uh, ik, ik ben niet onderdeel van een vast iets wat, wat allemaal bij elkaar. Dat zag ik dan. Dat staat ja. overal gezinnen en dingen. En dat, dat zag ik wel dat dat bestond. Ja. En ik had niet het gevoel dat dat voor mij was. Dus ik nee. dacht van: weet je, het voordeel daarvan is dat ik gewoon lekker kan doen waar ik zin in heb. Dus ja. uh, ik uh, ging dat ook doen. Ja. Dus uh, ik haalde van alles uit en uh, weet, ja was gewoon uh, ik was een beetje losgeslagen daarin Het was niet agressief of zo helemaal niet maar ik dat deed gewoon wat in me opkwam noem eens wat nou ja kijk uh, uh, wat zijn? Uh, ik ging dus niet naar. Of ging wel naar school als ik er zin in had. En als ik geen zin had, ging ik niet. Dan ging ik wat anders doen. Dan ging ik iets bouwen. Of ik ging ergens uh, uh, rondneuzen. En uh, de, uh, ik leerde toen ook van andere kinderen hoe je moest pikken en dat soort dingen. Dus ik, ja, stelen. Ja. Dus uh, snoep en zo. Nou, dat deed ik Ik vond snoep niet zo leuk om te stelen. Ik was niet zo'n snoepert. Nee. Maar ik dacht wel <laughs> van. Uh, nou, wat ik een keer heb gedaan, toen uh, was ik ook niet naar school gegaan, toen dacht ik, ga, uh, op school was een leraar, die had een telescooppen, uh, zo'n telescooppen, zo oh. en daar had hij heel wijs mee gedaan, kijk, ik heb een hele dure pen en zo, en uh, die heeft niemand, en uh, nou, toen dacht ik, ik zal er nog wel eens zien, dus toen ben ik naar uh, de V&D gegaan, toen heb ik daar uh, in één keer alle telescooppennen gestolen... Oh, en die heb ik op school uitgedeeld. Dus <laughs> toen liep iedereen met zo'n telescoop en ja, toen moest ik bij de directeur komen. Hij zei, want ze wisten niet wie het had gedaan. En toen zei die heb jij dat gedaan van die telescoop? En ik zeg ja. Hij zegt, en uh, vond dat grappig. Dat vond hij grappig. Oké. Okay. Hij zei, jij bent wel eentje, hè? zegt hij zo. Ik zeg, ja, nou, ik had zelf nog niet eens één overgehouden. Dus ik was echt. Ik met anderen bezig. Ik was met anderen bezig. Ik, ik deelde altijd alles uit. En... Maar ook dat hij een soort van uh, ja, uitdaging tegen je zei. Per ongeluk dan natuurlijk. Dat had hij niet door, misschien die man. En van die tele... Telescooppen. Nee, dat je ja. zegt nou, en dat zo duur en bla bla bla. En ja. dan denk je, nou, wacht eens even. Hè, uh, als jij dat zegt, dan uh, ga ik er eens even voor zorgen dat. Ja, uh, dat Ja, ik dus dat wel... uh, De tien kinderen liepen met zo'n telescooppen ja, rond. Zwa zwaart zwart vecht op oh. het Zoolplein. Ja, maar je mag natuurlijk niet pikken, hè, Dennis. Nee. Maar, uh, hoe nee, ging nee. ze daar dan mee om? Uh, hoe bedoel je, Ja. Uh, want uh, ze hadden dus door dat jij dat had gedaan. Je hebt het gewoon zo gezegd. Hè? Dat is ook heel... Ja, hij heeft toen, die directeur heeft toen gezegd: ik vind, hij vond het wel een, een, mooie, een mooie streek voor mij. Ja? En toen zei die, doe maar niet meer, zei die. Okay. Maar het was een heel amicaal gesprek. Ja. Was. En toen heb ik het ook niet meer gedaan. Nee, dus toen goed. dacht ik van nou, dat is misschien inderdaad niet verstandig. En het past ook niet echt nee. bij mij. Maar ik vond het wel leuk om uit te delen. Dus uh, ja. dat was weer dan zo'n ding: van, oh ja, uh, Oké, okay, nee, laat ik dat maar niet. Het past ook niet bij mij, hij zei: Het past niet bij. Je. Hij zegt: doe maar gewoon uh, jezelf zijn en zo. Was jij heel charmant? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je bent heel charmant dat vind ik sowieso. Hmm. Maar was je vroeger ook zo charmant, zeg maar dat je gewoon overal iedereen zag? Een hele leuke, lieve jongen, een beetje baldadig, maar ach, zo zeg maar. Ja, ik kwam wel met heel veel weg. Ja, ja precies. Ja. Een grote klap ik had kuiltjes in mijn wangen, je ja, dat nou baard, maar <laughs> dan ik had heel hele lieve ogen en zo. Ja. En dan, uh, oh ja. ja, dan komt de ah Dennis. Ah ja, nou ja, of niet? Ja, dat ik ik voelde dat ook zo. Ik voelde een soort, uh, uh, um, hoe heet dat, vogelvrij verklaard, zeg maar, van uh, de regels die voor iedereen gelden. Of, uh, dus het nadeel was van, ik heb dat niet wat iedereen heeft, ja. maar dus ik heb ook een stukje meer vrijheid, voor, dacht ik. Het voordeel ja. is dat, ja. uh, dat ja. je dat hebt. Ja. En heel goed weet wat dat is. Ja. He? vrijheid. Ja. ja, vrijheid was heel belangrijk voor ja. mij, ja, dat klopt, ja. Heb jij al, uh, is er dit nu al een moment om een liedje van jou te draaien? Want je hebt die twee uh, liedjes gekozen, hè? Ja, nou, een van de liedjes is uh, God Save the Queen van de Sex Pistols. En dat is eigenlijk latere leeftijd, toen ik bij mijn moeder woonde, rond 14, 15, ging ik gitaar spelen. Mm -hmm. En toen vond ik eigenlijk dat ik een punker was. Uh, dus uh, en, uh, deze band, Sex Pistols, die schreef uh, hele politieke, uh, rebellische teksten. Yeah. En ik, ik dacht, ik ben ook een anarchist. Dat, dat, weet je, als je dat verhaal natuurlijk hoort ik dacht ja dat, dat slaat ook op mij weet je wel ik heb niks te maken met het systeem en deze band schopte eigenlijk tegen de systemen en uh, rond 14 15 vond ik dat heel charmant inderdaad maar ik zit heel even te denken want eh, omdat ik heel even naar links keek naar het uh, opnameapparaat was ik heel uh, onschuldig mij het woord want uh, jij zei iets over je moeder ja wat zei je erover ja vanaf mijn elfde ben ik weer bij mijn moeder terechtgekomen oké okay. ja. nee, kijk dat had ik helemaal gemist ja, uh, ja. dus toen ben je weer bij je moeder terechtgekomen ja. maar hoe kwam dat ja dat heb ik zelf beslist ik ben uh, ik heb, want dat kon eigenlijk niet en toen uh, heb ik dat aangegeven, van ik wil bij mijn moeder wonen. Dan zei ze, nee, dat, dan moet je naar de rechter. Ik zei, nou, dan wil ik naar de rechter. Ja, ga dus, gewoon uh, naar de rechter. Ja, dus ik heb bij de rechter gezeten. Het was een hele grote ronde tafel. Er zat een rechter en maatschappelijk werkers. En toen moest ik als elfjarige het woord nemen en uitleggen waarom het verstandig was voor mij om bij mijn moeder te wonen. En? dat ja, zei en toen je? Toen heb ik een half uur een monoloog gehouden daar. En toen zei die rechter, deze jongen kan wel bij zijn moeder wonen. Ja, die dus, zo, ondertussen was je natuurlijk zo verschrikkelijk zelfstandig. En hadden ze ook haar nog beoordeeld of zo? Van uh, wat is er met haar situatie en kwam dat wel? Ja, dat was een beetje tricky. Ik moest wel wat maatschappelijke uh, werkers, ze moest ik nog af en toe over de vloer dulden bij mijn moeder. Ja? Maar het kwam eigenlijk op neer, en ik, mijn, mijn vrouw heeft dat ook meegemaakt: uh, van ik zorgde meer uh, voor haar, of tenminste in mijn geval was dat echt zo. Ik zorgde meer voor haar voor dan zij voor mij. We moesten op een gegeven moment als voorbeeld een nieuwe woning. En uh, zij was, ze vond het allemaal spannend en ze wist niet hoe dat moest. En ik denk dat zij toen 26, 27 was. En dan, uh, dan ging ik bellen met de woningbouwvereniging in het uh, telefoonboek kijken. En ik zei: we moeten een nieuwe woning. Ja, hoe oud ben je dan? Ja, dus, uh, twaalf. <laughs> maar uh, ja, anders uh, komt het niet goed. Dus uh, kunnen wij uh, gaan kijken, ja, zeiden ze van uh, je moet morgen bij uh, je huis uh, staan. En dan uh, gaan we uh, drie woningen bekijken. En dan ging ik met de woningbouwvereniging ging ik zo drie woningen bekijken. En toen heb ik ook de woning waar we uiteindelijk zijn gaan wonen, heb ik uitgezocht. Heb ik heb tegen moeder gezegd: ik moet even meekomen. Fietsen daarheen. Daar gaan we straks wonen zei ze ja. oh dat is mooi nou dat is wel een mooie woning metschonette woning met boven slaapkamers en uh, nou goed uh, zolder daar kunnen we nog spulletjes kwijt en we zitten vlak bij de voetbalvelden want ik vond voetbal wel leuk dus uh, zo ging dat ja nou, wat nou. goed ja. We, ga, we gaan even dat liedje draaien ja. goed want dan uh, uh, wil jij hem even aankondigen uh, ja dus uh, God Save the Queen van de Sex Pistols Dat waren de Sex Pistols met God Save the Queen. En dat is het, uh, nou, het liedje wat Dennis Je heeft aangevraagd uh, om te nou ja, illustreren hè, hoe jouw uh, leven is uh, verlopen. Je hebt heel veel verteld hè, over uh, pleeggezinnen, gastgezinnen... Uh, uh, pleeggezinnen en uh, te huis, eigenlijk, hè, waar je in uh, bent groot gegroeid en zo, en opgebracht? Uh, opgebracht uh, nou ja, opgevoed hoef. en grootgebracht. Precies, zo moet het ja. ja. En uh, dat is uh, allemaal een heel mooi, uh, mooi verhaal. Maar jij vertelde net uh, nou ja, wat je ook uh, dingen die je fout hebt gedaan. Hè? Je, je zei het net even tijdens het liedje. Maar waarom vertel je dat nou specifiek? Ja, dat, ik zie daar. Een, een, het, in mijn levensfilosofie is dat een meerwaarde om uh, te onderkennen uh, waar je zwakheden zitten of uh, waar je uh, tekortkomingen zitten. Omdat ik uh, van mening ben dat waar je uh, minder goed in bent, dat dat ook weer zorgt voor uh, andere vaardigheden, waarmee je misschien compenseert of waarmee je bepaalde problemen die je daardoor oploopt uh, uh, weer uh, rechtpoetst in het leven. Mm -hmm. En... Uh, uh, ik ben een beetje moe van een samenleving waarin we met z'n allen een soort theaterspel spelen. En uh, dus jij ja, komt dan buiten en denkt: ben ik dan de enige die uh, allemaal problemen heeft en uh, dat er van alles misgaat in mijn leven? Want iedereen lijkt wel gewoon een perfect leven te hebben en zo. Ja. Wat je vaak ziet bij mensen acteren dat naar elkaar. Mm -hmm. En uh, dat kan A, kan het als gevolg hebben dat je, dat je er misschien wel depressief van wordt. En, uh, en B dat je misschien ook niet durft te vertellen wat jouw problemen zijn. Dus je krijgt dan ook niet de steun uh, die je daar misschien voor nodig hebt. En B, uh, je kwaliteiten komen dan ook niet, uh, niet zo goed uh, tot zijn uiting. En misschien ga je die ook niet minder, ga je die misschien minder goed uh, ontwikkelen. Omdat je dus dingen verbergt uh, daarin. Dus ik heb zoiets gehad van laat ik dan maar gewoon, weet je, als ik vind dat dat een nieuwe uh, maatschappij moet zijn die ik voor ogen zie voor de toekomst. Ja. Laat ik er dan maar zelf maar gewoon mee beginnen. Ja, nou hartstikke goed. Hé, hey, maar ben je zoveel mensen tegengekomen die zo ja, een soort van mooi voor de buitenwereld doen? Ja, kijk, je doet in het leven veel, wel veel vriendschappen op, en dan merk je gewoon op een gegeven moment dat als je langer met mensen te maken hebt, dan kom je er pas achter. Uh, ieder huisje heeft zijn kruisje en dat soort dingen. En ja. dat je denkt van, hé, hey, waarom is dat toch zo uh, dat we dat allemaal verbergen naar de buitenwereld? Hè? Dus, uh, en uh, de bij, uh, waar je werkt hoor je vaak van, doe het, uh, speel het spel maar mee. En uh, vroeger vond ik dat een normale opmerking. Uh, het is een poppenkast, zeiden ze dan. En nu denk ik van, nee, wacht even, dat klopt eigenlijk niet. Het leven is geen poppenkast. Het is een echt leven en het is geen spel. Het is, een, uh, het is iets, het, iets waar je met z'n allen echt mee moet dealen. En ik ja. denk dat het gewoon niet verstandig is om daar allemaal van die gekunstelde trucjes mee uit te halen, nee, ik, kan ik me voorstellen. Want dat, dat, dat geeft ook gewoon het idee dat je anders moet zijn dan je bent. Hè? En ja. Uh, ja, hey, en je zei net op, op je werk, moest je dus ook speel zeiden ze ook: speel het spel maar mee. Ja. En je vertelde net dat je politieagent bent. Wanneer ben je dat uh, nou niet op je elfde geworden? <laughs> en we waren nog ongeveer bij je twaalfde dat je bij je moeder ging uh, wonen mm -hmm. en uh, een huis voor de zocht uh, Zelfs. Ja, en eigenlijk klopt. voor haar heeft gezorgd uh, veel. Gedeeltelijk. Gedeeltelijk. Ja. Um, leeft ze nog? Nee, ze leeft niet meer. Nee. Nee? Hoe, nee. Is het, uh, met, hoe is dat gekomen? Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Het <laughs> is een beetje een raar verhaal. Maar uh, een jaar of zes geleden denk ik. Ik moet even uh, nadenken. Zes geleden toen uh, werd ik gebeld door de politie. En uh, dat, uh, dat zij was gevonden uh, in haar huis. Ik had toen niet zoveel contact uh, met haar meer. Omdat zij, zij hield dat heel erg af. En uh, ze was altijd heel erg graag op de, op de zelf. En uh, nog een keer geprobeerd uh, op een verjaardag uh, op te zoeken uh, daarvoor. En uh, toen bleek dus dat zij dus uh, al een tijd uh, overleden was. En uh, 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 ja goed, dat was eigenlijk weer uh, dat ik uh, van haar hoorde. En toen heb ik me daar wel druk over gemaakt. Heb ik ook uh, spullen opgeruimd en dus zo het huis opgeruimd. En uh, de begrafenis en een soort van crematie op haar manier dan uh, geregeld. Uh. Ja, mm. zo is dat gegaan dus. Ja, maar je hebt dus uh, bij haar gewoond een tijdje. En te, ben je, hoe ben je het contact dan weer verloren met haar? Nou ja, ik ben. Uh, ik heb bij haar gewoond. Toen ik 18 was, toen ben ik uit huis gegaan. Omdat ik merkte dat. Uh, Um, ja, zij wilde dat ook graag. Zij, zij was toe, denk ik, aan haar eigen leven. En ze, ze wilde heel graag op de zelf zijn. Ze, ze, hè, wat ik al zei, ik ging met de woningbouwvereniging ja. op pad. En zij kon dat niet. Ik heb haar dat ook geprobeerd te leren tot mijn achttiende. Van doe dit. Dat je wel, als ze nou, kleren gingen kopen, durfde ze niet om een klerenhangetje te vragen. Nou, dat deed ik dan voor haar. En, uh, maar dat, het werd hem niet. Zij, zij pikte dat niet op. En ik merkte dat zij dat ook niet wilde. Ze zei: laat mij maar gewoon mijn leven leiden zoals ik dat wil. En ze wilde heel graag naar een klein huisje vertrekken. Ze wilde ook uit die buurt weg waar we dan uh, toen zaten. En uh, dat voelde ik. En toen heb ik gezegd: Nou, dan ga ik wel uh, uit huis. En dat vond ze mooi. Want ik moest toch bijna dienstplichten in. En toen heb ik een kamertje gehuurd ergens. Ja, precies. En, en daarna is ze een beetje op zichzelf gegaan. Uh, en wat minder contact met jou, of bijna niet eigenlijk? Ja, dat deed ze met al de familie ook zo. Dus uh, ja. zij was gewoon zo. Uh, al vanaf jongste af aan, volgens mij hoor. Ja, en was zij ja. ook. Uh, want ik, ik, zit, ik ben uh, van de mensen met een verstandelijke beperking. Daar heb ik heel mm. veel mee gewerkt. Ja. Maar zou ze dat ook hebben gehad? Kan dat? Niet... Nou, meer een. een uh, volgens mij, wat ik van mijn tante wel begreep. Is dat ze als kind af aan al een soort van. Uh, ja, toch een, uh, graag op de zelf was, inderdaad. Oké, okay, dus dat heeft er niks mee Meer te maken. Meer uh, uh, syndroom denk ik, een beetje. Dat ze heel graag... Uh, <laughs> ja. Ja, ja, want ze vond... Nou ja, wat ik zei van... Ik heb ook wel eens... Uh, ik weet niet of ik het hier al heb gezegd over mensen zijn stom of... Uh, ja, ja, ja. Nou, dat... Uh, zij vond dat echt. Ja. Zij dacht echt dat mensen gewoon niet leuk waren. Ja. En uh, Dat legde ik haar uit, dat valt wel mee. Je moet het even de kans geven. Maar ja. dat kon zij niet echt goed, uh, nee. goed doorheen komen. Nee, want het verschil is met jou misschien en, 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 zij, en zij zelf. Jij hebt de, je dat zelf aangeleerd. Ja. Uh, en zij moest dat dan van jou horen. En nou ja, dat gebeurt wel vaker met mensen als je het van iemand anders hoort. En uh, dan kun je dat uh, wat moeilijker uh, internaliseren, zeg maar, dan uh, als je het zelf je eigen maakt. Hè? Mm -hmm. Ja. Hebben we heel veel mensen op dit moment last van. <laughs> nee. Maar um, hey, als we even uh, kijken naar de tijd. Hè? Want het is al, uh, uh, we zijn alweer een heel eind op weg. Ja. Um, kun jij eens uh, uh, vertellen en een beetje een sprong maken. Want je, dus, je bent dus gewoon ja, echt helemaal zelf geworden zoals je bent. Hè? Dat, uh, ja. Dat, ja, door allerlei omstandigheden natuurlijk ook. Maar je hebt jezelf heel veel dingen aangeleerd. Um, maar uh, in deze tijd dan? Wat, wat brengt het jou? Wat uh, levert het je op? En uh, wat vind je ervan? Ja, de, uh, ik zie deze tijd als een soort van uh, effect van uh, de, de. Ik heb daar uh, in 2018 eens een keer een presentatie over gegeven. En ik zie eigenlijk precies wat ik toen ook al dacht te zien: uh, dat er een, uh, een verandering is van een tijdperk. Dat mensen aan het veranderen zijn. En uh, dat ze. Minder uh, behoefte hebben aan de oude systemen, de piramidesystemen systemen noem ik het maar gekscherend, waarin er één uh, grote koning bovenaan staat en dan uh, onderdruppelt dan het volk. Mm -hmm. En ik, ik had dat gezien en ik dacht van hé, hey, dit verandert. En uh, de systemen gaan helemaal omgegooid worden. En, en tijdens een presentatie die ik in 2018, een uh, petja Kucha presentatie uh, toen deed ik ook bondswerk uh, voor de Nederlandse politiebond. Heb ik gezegd: van kijk, dat gebeurt nu. Ik zie dat het verandert. Alleen uh, toen had ik een van die, mijn, mijn, mijn foto's in die presentatie. Was een koning die zat op zijn schatkist. En uh, uh, toen heb ik gezegd: kijk, voordat we dit kunnen gaan doen, uh, zal de koning die zit nog wel op zijn schatkist, die heeft het geld... die gaat nog één keer proberen dat tegen te houden. Die gaat ons bestrijden daarin. Want dit is namelijk zijn macht, weet je wel. Dus dat we, die structuur is wat hij wil. Mm -hmm. En uh, die zal niet uh, toestaan dat wij onafhankelijk worden... en uh, veel meer decentraler, uh, bottom-up uh, gaan functioneren. En, uh, dus we hij zal nog wel dat gaan bestrijden. En, en dat is wat ik nu eigenlijk zie. Dat er een soort van... Kentering is in de samenleving. Mensen willen veel meer hun eigen uh, dingen kunnen regelen en organiseren. Mm -hmm. En nu komt er ineens bam, een soort top-down beleid die de snoeihard wordt uh, ingegooid. Van. En nu naar ons luisteren. Jullie moeten precies doen wat wij zeggen. Ja. Nou, dan denk ik, ja, dan ben je bij mij alweer precies aan het verkeerde adres. Goh. <laughs> Bijzonder. Ja, en dan zie ik dat. En dan denk ik, ja, logisch dat jullie dat willen. Want wij worden te onafhankelijk. We hebben dat straks niet meer nodig. Die, dat, dat hele management uh, structuur en. Uh, uh, het wordt steeds bureaucratischer. En, uh, dat, ik denk dat mensen, kijk, als je er vanuit, vanuit gaat dat een mens van nature slecht is, dan zou dat moeten. Maar ik ga ervan vanuit dat een mens van nature goed is. Ja. En uh, dat er wel uitwassen zijn en zijn uitzonderingen. Maar uh, de hele wereld uh, inrichten naar een paar uitzonderingen, dat vind ik geen gezonde zaak. Ja, daar ben ik mee eens. Ja. Ja, oh, dus ik dacht, dat je gaat er nog wat over. Nee, ja, ik, kan, ik kan gewoon doorpraten. Ja, 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 ja. Dat, uh, dat, uh, dat begrijp ik. Ja, nee, maar goed. En, uh, dat heb je, die presentatie, had je binnen de politie gehouden? Ja, bij de, ah, bij de Nederlandse Politiebond. Bij een Nederland congres, o, ja, oh, okay. ja, ja. En wat, uh, wat voor reacties kreeg je? Ja, ze vonden het prachtig. Ze vonden ja, het een prachtige presentatie, 2008. Je kan hem nog terugvinden, volgens mij. Ja. Dus, uh, ja, nee, applaus. Fantastisch. Ja, de wereld verandert. En ik had ook een boek van Jan Rotmans zat ik vast, want... Als je in die wereld een boek van een professor vasthoudt bij je verhaal, vinden ze het nog interessanter. Ja. Dus uh, nou, dat deed ik dan netjes. Ik, een boek zou vast. ik had het boek al ja, doorgebladerd. Maar het was wel echt mijn idee. Dus, uh, en hij uh, ze zei ja, maar Dennis, je ziet het wel goed. En toen ging ik eigenlijk binnen die organisatie ging ik ook wat dingen aan de kaak stellen. die, die uh, in mijn uh, uh, zienswijze fout gingen. En toen vonden ze het ineens niet zo grappig meer. Toen moest ik daar ook weer weg. Oh. Dus dat is de story of my life. Ik kom ergens binnen en dan binnen no time, uh, dan, uh, dan heb ik iets voor elkaar en dan willen ze weer van me af. Dus, ja. uh, maar dat was. Ja, nou, sorry, mijn lijf klinkt een beetje dramatisch. Dat was daar wel echt uh, aan de hand. Dus ik was eigenlijk van succesnummer uh, in een jaar. Uh, uh, wilden wilde echt wel heel erg graag van maffia. En waar kwam het door dan? Omdat je iets aan de kaak stelde wat het licht niet kon uh, verdragen. Zou ik ja, maar bijvoorbeeld, uh, nou, ik zag dat de hele CAO-onderhandelingen. Nou, dan heb je het over een bond van 20.000 leden van de politie. En dat de CAO-onderhandelingen cao was gewoon een, uh, een fake constructie, kreeg ik door van binnenuit, weet je wel. Dus ik zei van... Ja, dat klopt niet. Je. Jullie onderhandelen gewoon met de minister en CEO uit. En jullie verkopen het aan de leden. Maar dit is niet, dit heeft niks te maken met inspraak. Mm. Dus uh, en toen volgens zei ze: ja, maar we zijn democratisch gekozen, toen zei ik, oké, okay, dat zullen we wel eens zien. Dus toen moest er een nieuwe secretaris komen. En toen zei ik, oké, okay, jullie waren democratisch gekozen. En dat was diezelfde congres waar ik een presentatie hield ik Moest een nieuwe secretaris komen. En dat is uiteindelijk Nina Koijman, die kwam bij de SP vandaan geworden. En ik heb gezegd: kijk, als jullie democratisch zijn gekozen, dan wil ik ook een paar andere. Ander op het podium zien staan die gekozen kunnen worden ja. door de leden. Waar zijn die? Dus ja. ik heb een paar aangedragen. Ik zei, die kan het misschien wel worden. En wil jij het niet worden? Ja. En die zei ook, ja, dat vind ik ook wel leuk. Dus die heb ik allemaal aangedragen. En toen uh, weigerde het dagelijkse bestuur om die op het podium te zetten... ...om te laten kiezen. Dus uiteindelijk bij het congres werd er alleen één iemand naar voren gestuurd... ...dat podium op. En er werd gezegd, hier is de nieuwe secretaris. En het applaus van de zaal betekende dan volgens het oude bondsysteem... ...dat die dan gekozen is. Oh. Oh ja, lekker. Dus het zei ik, maar dat is een farce. Dat ja. is geen democratisch nee. gekozen bestuur. Dat is dit is bestuur wat jullie regelen. Ja. Ik zei dus... Uh, en toen hebben wij een, 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 een internetbondje... net zoals de leraren hebben gedaan... hebben we dat bij de politie ook gedaan. Dat hebben ze heftig uit de kranten weten te houden. Want we hadden 20.000 volgers. 20.000 plus. <coughs> en... Uh, dat, uh, dat heb ik eigenlijk met een paar jongens uh, opgezet. Dat ging een beetje toevallig via een Facebook-account van iemand heel goed. En er was heel veel behoefte aan. En dat heb ik met één andere jongen heb ik dat aangestuurd. Ik neem even een vlokje water. Ja. En uh, het werd van kwaad tot erger. Toen dacht ze, ja, maar deze jongens die gaan het hele, die hele bond overnemen. Dus uh, nou, dat, moest, uh, dat moest weg. Ja. Dus, uh... Ja, zo. En er werd me toen wel duidelijk gemaakt: van... Uh, wij hebben liever dat je weggaat. Want anders is het ook uh, uh, niet voor ons leuk, maar voor jou ook niet leuk. Zeg ja. maar zoiets. Oké, okay. dus je bent ook een soort van bedreigd dan? Of, uh, moet nou dat... ja, dat vind ik altijd. Uh, nou ja, dat zullen wel beloftes zijn geweest, denk ik. <laughs> Om het even een beetje goed te praten. Ja. hey wil jij nog even dat andere liedje draaien? Ja, leuk. Want uh, waarom heb je die gekozen? En welke nou is ja, het? Want er zit een hele leuk clip bij. En uh, dat is een beetje in gele oker. Hè? En dat is de jaren zeventig. En als je die op YouTube opzoekt, uh, Rolling Stones, uh, Following the River... dan zie je een beetje het uh, verhaal van vroeger. Het is een beetje gospel-achtige stijl en... Uh uh, ja, ik herken daar gewoon uh, mijn jeugdherinneringen in als ik naar die beelden kijk. Het is net of die wereld toen inderdaad een beetje gele oker was. En dat zie je in die clip ook heel mooi als je dat zelf een keer terug gaat kijken. Maar het liedje is Following the River. En ik geloof wel dat, we, dat, dat je niet dingen kan neerzetten in deze wereld. Maar dat als je de rivier goed volgt van alle dingen die er met mensen gebeuren, dat je daar wel je input aan kan geven. Mooi, we gaan hem draaien. why don't you sit there in that chair you're looking good today i love the way your comb's tucked in your hair my cards are on the table But the drinks of all run out. There's been some of us in this room with me. We're well, really quite a crowd. It's hard to break it gently. En uh, dat is als het liedje wat uh, Dennis Spaanstra heeft uitgekozen. Uh, en uh, je mag zelf weten of je de koptelefoon opzet of niet. <laughs> dat maakt ja. niet uit. Maar uh, Dennis, um, we moeten eigenlijk al afronden hè, voor het gesprek. Ja. Uh, was een heel, uh, ja. hè, we gingen van links naar rechts en, uh, of, nee, eigenlijk niet. Jij ging uh, helemaal mooi in de lijn. Maar ik vraag dan tussendoor van alles aan jou. Um, maar stel je voor dat je uh, de luisteraars nog een boodschap mee wil geven, hè, zo aan het eind. Um, wat zou je dan zeggen? Wat, uh, wat zou je ze willen vertellen? Ik zou zeggen: uh, wees vooral jezelf en uh, durf dat ook naar anderen te zijn, en je zal zien hoeveel je dat oplevert. Ja. ja. Dat is mooi, want dat is eigenlijk de rode draad geweest uit jouw leven. Hè? Ja. Want dat jij eigenlijk uh, ja, gewoon helemaal zelf hebt bedacht uh, hoe je het gaat doen en klaar. Ja. Zonder structuren van anderen. Precies. Ja. ja. Nou, mooi. Mooi gezegd. Dankjewel Dennis uh, Spaansstra voor het komen naar de studio. Fantastisch uh, dat je je hele verhaal hebt verteld. Hoe vond je het om te doen? Ja, bedankt dat ik hier uh, mocht zijn. Uh, een hele eer. En ik vond het hartstikke leuk om te doen. Ik vond het een heel leuk interview. Ook de manier waarop je dat doet. Vind ik heel leuk. Heel spontaan. En Dank je uh, <laughs> die geeft daarmee ook het gesprek allemaal kansen om uh, op plekken te komen die anders misschien van tevoren niet had bedacht. Dus ik vond het geweldig. Nou, mooi. Dat is mooi om te horen. Dankjewel. En dan uh, gaan we nu... Afsluiten En volgende week komt er weer een uh, nieuwe Mooie Mensen. Bedankt. Dag. Dit is het uur van Mooie Mensen. Vraag maar aan, aan, Mooie Mensen. Dus leef je in, want Mooie Mensen. Daar verrijk je je wereld mee. Met